We gaan het hebben over grote dromen, als dat mag van jullie. Want, en dan het liefst over die van jou, Peter. Ja, wil je het daarover hebben? Ja, als het mag, want daar kom je voor. Jij, ja, het witte doek, daar droomde jij als jongen uit Geesteren eigenlijk je hele leven al van. Ja. En verdomd, het is je gelukt. Daar sta ik. Gefeliciteerd. Ja, dankjewel. Aanstaande maandag komt een film van jou, waar jij in mee speelt als acteur. Gaat in première in Tuschinski. Ja. Wat zul je je trots voelen? Ja. Op sommige momenten denk ik ineens, oh, het is best wel bijzonder om mee te mogen maken. En dat het dan nu eindelijk gebeurt. Dus op zich ben ik 5 jaar geleden begonnen. Ja. Toen woonde ik in Groningen en toen ben ik verhuisd naar Amsterdam. Speciaal voor het acteren dan. En 5 jaar later dan heb je dan je eerste successen op het grote witte doek. Ja, daar heb je dan wel even voor moeten vechten en wachten. Want, ja, je zegt ook heel duidelijk, ik heb daar alles voor opgegeven. Je bent verhuisd uit Geesteren, je bent eerst naar Groningen gegaan. Toen zei je, ik ga naar Amsterdam, want daar gebeurt het als het gaat om film. Ja. Heb je daar veel kritiek op gekregen van mensen om je heen? Nou, het was meer dat mensen zich een beetje verbazen van, hoezo ga je nu nog op je 21-jarige leeftijd naar Amsterdam toe? En wat wil je dan nog doen? Ben je toch nog heel jong, jongens? 21, toch? Ja. Ja, ik weet het niet, blijkbaar. Ik weet het niet. Dan begint het net. Ja, nee, toen begon het voor mij ook. Ja, precies. Ja. En ja, op zich, het was meer voor mezelf dat ik daarvan los moest komen. Ik denk dat het vooral in mijn hoofd wel heel erg heeft gezeten van, ik moet aan het gemiddelde voldoen. Ja. En toen ik eenmaal voor had gekozen om te gaan acteren, het was ook wel echt alles los. Ja. En het was het gaan. Mooi als het dan lukt. Laten we even kijken naar een trailer van de film waar jij in schittert. Ja. Nadat je hier was binnengebracht, hebben wij in je wervelkolom een verbrijzeling geconstateerd. Dat betekent dat je zenuwstelsel tussen je hersenen en je onderlichaam niet meer werkt. Zo voor een paar maanden staat die teringlijst gewoon weer buiten. En ik zit nog steeds in die fucking rolstoel. Volgens mij zijn we al klaar. Ja, daar zat je. Als therapeut. Als therapeut, ja. Eigenlijk speel je ook een beetje, want je hebt psychologie gestudeerd. Ja, eigenlijk klopt. Een beetje een rol die heel dichtbij ligt. Nee. Dat niet? Nee. Heel als duidelijk, therapeut nee, niet? Nee. Nee. Nou, het is heel fijn. Ja. Nee hoor, nee. Het is, ik snap de vraag, zeg maar. Maar als psycholoog, ja, dan kan je heel erg je eigen ding erin gooien. En sowieso is het natuurlijk, als je een script krijgt, reageer je al minder als jezelf. Dus, want je tekst staat eigenlijk vast. Zoals je ziet, mijn kleding, mijn haarstijl is iets anders dan ik gewend ben van mezelf. Ja. En de regisseur had wel hele bepaalde ideeën over hoe hij wilde dat de rol zou zijn. Dus eigenlijk kon ik alleen een beetje mijn houding gebruiken, hoe als psycholoog, de typische psycholoog, gaat zitten. En voor de rest was het echt wat de regisseur wilde aanpassen en echt een rol van echt een maken. Rol innemen. Wat je moest zeggen, was dat een beetje therapeutisch verantwoord of had je het heel anders geleerd? laat ik het zo zeggen, voordat ik te veel ga verklappen over de film. Hij gebruikt zijn eigen strategieën. Oh, okay. En wat je daarachter moet zoeken, dan moet je gelijk naar de film gaan natuurlijk. De film die gaat ook draaien in allerlei bioscopen. Ja, klopt. Zoals gezegd, je hebt echt voor jouw eigen droom moeten vechten. Had je dit nou ook gekund als jij gewoon in Geesteren was blijven wonen, bij wijze van? Want jij bent er echt voor naar Amsterdam gegaan. Ja. Alles op alles gezet. Ik denk wel dat het had gekund, op zich. Want ja, de opdrachten en de audities zijn wel in het westen van het land en je kan eventueel op en neer reizen. Ja. Maar het was voor mij wel heel belangrijk om gewoon echt naar Amsterdam te gaan. Je zit er meer middenin. En als je in Twente blijft, is het toch ook wel het gevaar dat je heel erg Twents gaat blijven praten. En als je is dat iets meer... een gevaar voor een acteur? Ja, dat is bij mij wel heel nadelig geweest. En dat heeft wel niks te maken met het verloochenen van je afkomst. Laat ik dat even heel duidelijk zijn, want ik kom heel graag in Twente. Ja. Je komt hier veel en graag. Ja, ja. Maar is het dan een regisseur die tegen jou zegt van, als je dat zo uitspreekt, dan wordt het niet wat. Ja, nee, je hoeft niet met een cola en al die dingen aan te komen. Dan is het gelijk klaar. Oh, je kunt nog wel. Ik kan het nog steeds, Nee, ik kom 1 keer op 3 weken of 4 weken kom ik hier nog. Dus en dan praat ik ook gewoon Twents met mijn ouders ook, vrienden ook. Maar als je dan bij castingbureaus bijvoorbeeld komt, of je komt op auditie, en je gaat Twents praten, dan jezelf anders. Dan zeggen ze ook van, we kunnen jou niet gebruiken, want wij willen een verhaal vertellen waar de kijker niet afgeleid raakt door jouw accent. Ja. Dus en dan wil ik zelf wel heel graag Twents spreken, maar ik krijg geen opdrachten door. Heb je dat veel moeite gekost om dat anders te leren? Ja.
dat kost wel veel moeite. En zeker omdat ik dan ook de keuze maak om in Twente wel veel terug te komen. Dan moet je toch elke keer weer schakelen tussen Twents en naar Amsterdam. Maar dan word je natuurlijk iedere keer gewoon een beetje beter in. Dat wel. Dat wel. Rol, zoals maar... je nu al hoort, gaat het best makkelijk. Ja. En ik heb ook wel logopedielessen gevolgd hoor. Okay. Ja. En op de opleiding krijg je daar wel les in. Maandag gaat Fataal in première dus, zoals gezegd, in Pathé Tuschinski. En daarna gaat hij vanaf donderdag 3 november naar allerlei Nederlandse bioscopen. Dus ook hier in de buurt. Dank jullie wel allemaal voor jullie komst. Ja.